Hi, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een shoplog voor jullie. Op het moment dat ik film is het wel weer een beetje afgekoeld buiten, maar is het op mijn kamer eigenlijk nog steeds heel erg warm en ik ben te warm gekleed vandaag. Maar ik moest toch gewoon filmen en ja, ik weet dat jullie shoplogs meestal wel leuk vinden en ik heb weer een aantal items voor het najaar gekocht en ja, die ga ik jullie nu laten zien. Als eerste dit off-shoulder blouseje, lichtblauw van, deze komt van de musthaves.nl. Die is nu ook heel goed te dragen natuurlijk, ik heb hem al een aantal keer aangehad. En we zien natuurlijk, we zagen in de zomer heel veel off-shoulder. En omdat het nu nog steeds zo lekker weer is, kan het natuurlijk nog gewoon prima doorgedragen worden. Dit is dus, ja, hij lijkt misschien een beetje klein en krapjes hierboven, maar het rekt allemaal mee. Er zitten van die knoopjes, die kunnen niet open, die zitten er wel echt gewoon voor de sier. En dan heeft hij wijd uitlopende mouwen en dan hier van die, ja, dat kan dan knopen of strikken. Hij is niet super lang, hij is ook niet super kort en een beetje een normale lengte van een blouseje. En ja, ik vind hem eigenlijk wel heel leuk, lekker draagbaar, bij veel dingen te dragen. En deze kost €29,95. Ik weet niet altijd meer alle prijzen uit mijn hoofd, omdat ik meestal wel een beetje de aankopen zeg maar verzamel en dan zijn de kaartjes en zo er al af. Dus dan is dat soms wel een beetje lastig. Dan een heel mooi item. Ik denk wel het mooiste item in deze shoplog. En dat is een jurk. Hij is voor nu echt nog veel te warm. Maar als het dadelijk kouder wordt, is die heel erg mooi. Deze jurk van het merk Tramontana. En dit is een ecru zandkleurige. Ja, wat dunner. Of ja, het is wel op zich dik. Maar het is een dun gebreide jurk. En hij is vrij lang zoals je ziet. Hij komt bij mij dus over de knieën. Ja, als jullie vaker mijn video's volgen, dan weten jullie dat ik dat een hele mooie lengte vind altijd. Heel chic en zo. En deze heeft dus ook een mooie V-hals. Dan is het niet meteen heel erg warm in je nek. En ook een beetje van die wijde mouwen. Van die, ja, hoe noemen ze dat? Vleermuismouw of zo. En dan loopt het hier weer taps toe. Het is een ruime modelletje. Dit is de achterkant. Ik vind hem zo mooi. Ik kan eigenlijk niet wachten om hem aan te doen. En deze kan je onder andere kopen bij Lubbelon. En hij kost €89,95. En wat er dan ook nog bij zit. Die zit er los bij. Dat is eigenlijk deze. Dat is zo'n kool. Dus als het dan dadelijk echt kouder wordt. Of in de winter. Dan draag je dit. Dus deze jurk. En dan die kool. Die kan je dan een beetje zo los om je nek dragen. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Ik hou sowieso wel van kollen in de winter. Vooral als een beetje wat grover. En ja, ik vind het ook wel lekker warm bij mijn nek zitten. Dus dat draag ik altijd heel graag. En het fijn is als dat toch te warm is. Of je vindt het niet meer zo lekker zitten. Dan kan je hem dus gewoon eraf halen. Het volgende item is weer een jurk. En dat is deze hele, hele lange jurk van Steps. En dit is echt een jurk in de 70s style. Met een bloemenprint. En hij is vrij lang. Hij is niet tot aan de enkels. Maar het is wel een jurk die bij mij tot halverwege de kuit komt. En ik ben niet echt heel klein. En ja, het is natuurlijk wel een jurk waarvan je moet houden. Maar dat geldt natuurlijk voor alles. En hij heeft ook echt van die mouwen. Ja, is helemaal, ik vind hem echt wat wijder. Hier zit dan zo'n elastiek in. Echt jaren 70 stijl. En hij heeft een wat wijdere hals. Ik vind hem echt super leuk. Hij is ook heel leuk te combineren met ja, laarzen met een blokhak of schoenen met een blokhak. Niet te grof. Ik vind te lompe blokhakken dan weer niet mooi. Maar het past wel in het stijltje hiervan. En ja, of met lange laarzen natuurlijk in de winter. Deze jurk was, dacht ik, €99,95 bij Steps. En dan, volgens mij is het jurkendag vandaag, want ik heb volgens mij alleen maar jurkjes. Een jurkje van de H&M. En dit is ook een gebreid jurkje, een ribgebreid jurkje, ook vrij lang, zwart. Met zo'n, ja, die ribbel zie je denk ik bijna niet op camera, tenminste ik zie het zo op scherpje niet. En hij loopt dan wat wijder uit. En wel een wat korter mouwtje, volgens mij komt het ongeveer tot aan je elleboog de mouw. Maar daar kan je eventueel natuurlijk, als het echt kouder wordt, nog een jasje of een vest overheen doen. En wat ik al zeg, dit soort jurkjes, zwarte jurkjes, daar doe je het eigenlijk nooit verkeerd mee. Dat kan gewoon echt altijd, jaar in jaar uit. Wat je eigenlijk ook hebt, wat voor een gelegenheid, past gewoon altijd. En ja, ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Deze was €29,95, dacht ik zo uit mijn hoofd, bij H&M. Dan het volgende item is ook weer zwart. Is een rok, eigenlijk een midi rok, midi lengte. Dus die komt dus ook onder je knie. En die heeft, ja, hij zit ook wel een beetje in de kreukels. Want ik heb hem eigenlijk pas net, nu ik zit te filmen, uit de verpakking gehaald en eventjes snel gepast. En wat ik nou zo leuk vind aan die rok, is dat hij van die banden heeft, zo. En die kan je dus oftewel kruislinks of gewoon natuurlijk recht. Of op je, ja, op je rug vind ik het altijd wel leuk als ze gekruist zitten en voor dan gewoon recht. En een beetje een knipoog naar, nou ja, jaren 50, 60 ongeveer. En de rok die loopt ook iets wijder uit.
Zoals ik al zei, valt hij over de knieën. En nogmaals, het lijkt misschien zo'n beetje tuttig. Maar ik vind hem echt heel leuk. Ik heb al vaker van dit soort modellen rokjes gehad. Ook in kokerrokjes. En het vond ik altijd heel erg leuk. Dus het geeft even net iets anders aan een rok. En ja, ik vind het ook altijd heel leuk gecombineerd met een leuk blouseje. Bijvoorbeeld hier met een strikje. Dan wordt het wel iets ja, tuttiger. Maar dat is wel een bepaald stijltje waar ik van hou. Of het staat ook heel leuk met een hele strakke kooltrui. Echt zo'n hele nauw aansluitende. Daar staat het ook heel erg leuk mee. En volgens mij was deze rok 39,95 bij H&M. Dan een paar overknee lazen. Deze zijn van ASOS.com. En die waren 80, 73, 95. Ik heb al twee paar. Ik had afgelopen winter al twee paar overknees gekocht. En die zagen natuurlijk toen al heel veel. En volgens mij zien ze nu alleen maar nog meer. Echt, ik zie ze overal voorbij komen. En die van afgelopen winter, die heb ik één paar. Ook zwart met een spitsenpunt en een klein hakje. En ik heb een heel mooi paar met, die heb ik toen ook al eens in de shoplog laten zien. Het zijn ook hele mooie zwarte, zwerdeachtig. Maar die hebben echt zo'n hoge hak en dan een spitse hak. Dus ze zijn prachtig en ik kan er ook wel een stukje mee lopen. Maar als ik echt verder moet lopen, dan zijn ze niet heel erg praktisch. Dus ik zocht eigenlijk nog een paar met een ja, wat meer comfortabelere hak. Een plattere, bredere hak zoals deze. Deze komen dus van ASOS. En er zit hier een rits in. En het fijne vind ik van deze is dat er stretch in zit. Dus die zijn voor heel veel, ja, kan je gewoon... Weet je, je ziet heel vaak van die lazen op internet. En die zijn echt voor zo'n kuitjes gemaakt. En daar kom ik gewoon niet in met mijn kuiten. En ik denk dat heel veel vrouwen daar wel last van hebben. Of dat probleem wel herkennen. En dan zijn van die stretchlazen dus ideaal. Maar heel vaak zie je ze dan weer... Of ik vind dan, zijn ze zo plat. Ik draag altijd het liefst hakken. Een helemaal platte laars vind ik gewoon voor mezelf persoonlijk niet zo mooi. Het moet er nog wel allemaal mooi en vrouwelijk uitzien. En deze vond ik echt heel mooi. 73,99 dus bij ASOS. En dit was hem dan, mijn shoplog van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben benieuwd welk item jij het leukst vond. Mijn favoriete item zijn zowel de laarzen als die ene zand ecru kleurige jurk. Daar ben ik echt verliefd op. En ik zit eigenlijk nog steeds al een hele tijd te dubben. Zal ik eens een keer een lookbook maken? Vinden jullie dat leuk? Ja of nee? Want als je zoiets hebt van, nou nee, alsjeblieft, laat dat achterwege. Dan ga ik het natuurlijk ook niet doen. Maar misschien zijn er wel mensen die zoiets hebben. Ja, vind ik eigenlijk wel leuk. Kijk, ik ben natuurlijk al wel wat ouder. En er is niet zo heel veel, vind ik zelf, te zien op YouTube voor ja, vrouwen die wat ouder zijn. Daar een beetje leuke mode. Als ik daar een beetje op ga zoeken, dan kom ik al heel gauw best wel op tuttige outfits dat ik denk van nee, daar zie ik mezelf toch echt nog niet in lopen. Het maakt me meteen ook denk ik 10 jaar ouder of zo. Vind ik gewoon, ja, het is gewoon niet mijn smaak. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om dat toch een keer te doen. Ik moet denk ik wel eventjes over die drempel heen. Van durf ik het ook uiteindelijk ja of nee. Maar het ligt ook een beetje aan jullie. Dus nou ja, mocht je iets lijken, laat het me weten hieronder in de comments. Of ga even naar mijn website glamouristagirl.nl. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet het blauw duimpje niet omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Bedankt daarvoor. Dan wens ik jullie een hele fijne dag. En natuurlijk tot snel weer in de volgende video. Doeg!